Mijn kinderen staan 300% vooraan. Ja, dat kom daar niet aan. Het is ook een goede zaak om te staan voor je kinderen, maar hoe ver ga je erin? Met Wilma heb je ook niet zo best contact meer. Waarom dan met Wilma ook niet? Nee, Wilma die is mij zo lelijk gaan doen tegen mij. Jij moet zelf eens een keer komen om je problemen te bespreken. Ja. En dat doet ze niet. Nou, 3 jaar geleden is er, voor de kerst, is er binnen de familie een mail uitgegaan. Dat ze met z'n allen op vakantie wilden gaan. Toen is er ter sprake gekomen dat er geen kinderen zouden meegaan. Maanden later is er een mail uitgegaan van Anita met de vraag of dat toch mogelijk was dat haar zoon meeging. Nou, daar hebben Wilma en Harriet blijkbaar best wel fel op gereageerd. En daar is het eigenlijk een beetje mee begonnen. Is Anita nog wel mee geweest? Nee, die is niet meegegaan. Ze is niet meegegaan? Nee. Nee. Is er daarna nog wel eens een keer een poging gedaan om met elkaar te praten erover? Ja, Harriet is bij Anita thuis geweest, maar daarmee is het niet opgelost. Volk! Ja? Hallo? Hallo. Goeiedag. Hallo. Hi. Ik ga iets geven, als je het goed vindt. Ja, vandaag. Maar dit is een grote afstand, hè? Ja, dat klopt. Kom ik naar jou of kom jij naar mij? Nou, ik ga vandaag uit. Ga je uit? Ja, waar ga je naartoe dan? Heel iets leuks. Ik denk een beauty farm of zo. Heb je goed geraden? Ik ben zo... Dus jij bent geïnformeerd? Ik ben zeer goed geïnformeerd. Ja. Hoe lang heb je nog voordat je weg moet? Niet zo lang. Het is best wel een afstand, dit, hè? Ik vind niet zo lang. Ik ga je toch even een hand geven, hallo. Nou, ik vind het heel goed dat u binnenkomt. Ja, nee, ja, je blijft zo lang staan. Ik wil ook buiten blijven staan, als je dat liever hebt. Ja, ik ben altijd heel van de beleefde, hè? Ik weet dat je heel beleefd bent. Ja. Dat je het heel goed meent. Mm-hmm. Maar ik ga er niet aan meewerken. Goedendag, ja. Zo. Ik was gesignaleerd, geloof ik. Ja, nee, wij waren helemaal verbaasd. Goedendag, welkom. Ja, hallo. Ik kom voor iemand die is, denk ik, hier aan het werk. Ik neem even in vertrouwen. Jij bent het niet, want het is namelijk een vrouw. Oh, heel dus goed. Dat is heel makkelijk. Fantastisch. En Henriette. Die zit hier wel in de buurt. Hier? Ja. Okay. Heel goed. Dan moet je daar eventjes over de balie heen. Kom verder. Oké, dankjewel. Heel goed. Dat is zij? Ja, rechts. Kan ik er zo even achterlangs ook? Nee. Zeker. Mooi. Hallo. Hallo. Bert van Leeuwen. Henriette. Daar ben ik dan. Daar ben jij dan. Ja. En ik heb iets in mijn handen voor je. Is er even een rustig plekje waar ik je even ongeveer een minuut of 4, 5 kan spreken? Ja, dat kan wel even. Oké. Okay. Neem je daar mij mee naartoe nu? Ja, ga ik je mee naartoe. Geweldig. Dan naar zus nummer 3, Anita. Zij staat in haar eentje tegenover Henriette en Wilma. Goeiedag. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Ik kom voor een van je collega's, denk ik. En wie is dat? Dus denk die er al aankomt. Anita, dat is mijn manager. Hallo. Hallo. Dag. Wat kwam je nou zeggen? Ja, dan mag je niet zomaar gefilmd worden. Nee, niet zomaar film hier, dat mag niet. Nee. Ik ben op zoek naar Anita. En je kan niet meer ontkennen, want het staat gewoon op je naambordje. Ja, maar ik ken u ook van een of ander programma. Kijken! Ja. Weet ik het familiediner of zo? Ja, hè? Nou, ik ben blij dat je erom kan lachen. Maar waar kan ik je nou even spreken? Ja, hier. Is dat hier in de winkel? Nou, Ik wil het even. Ja, zeehond. Ja, ik heb... Ja, geen idee? Ja, nou ja, wel ideeën. Ja, wij gaan heel graag naar de Waddeneilanden. Daar zal het wel iets mee te maken hebben, denk ik. En wie is wij in dit geval? Nou, mijn gezin, mijn moeder. Onlangs nog geweest? Vorig jaar nog naar Schiermonnikoog. En het was leuk? Ja. Ja. Zeer leuk, ja. Een jaar of 3 geleden was er ook een uitstapje. Ja, dat is niet doorgegaan zoals het gepland was. Nee, hè? Nee. Dat heeft hier een beetje mee te maken. Oké. Okay. Knuffel, zeehond. Ja. Heel leuk. Jij snapt hem wel. Ja, ik snap hem heel goed. Wat heeft dat allemaal met het weekend te maken? Ja, dat is anders gelopen dan wij hadden verwacht. Ja, kan ik wel zeggen, ja. 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 Nou, dus, hoe luister je? Ik werk er niet aan mee, hoor. Vind je die schattig? Dat is hartstikke leuk. En deze hoort erbij. Snap je op zich de link? Ja hoor, hartstikke. Ik hoef je niks uit te leggen. Je hoeft me helemaal niks uit te leggen. Mm-hmm. Het gaat over de vakantie naar de Waddeneilanden toe. Ja. En ik heb ook altijd gezegd dat het voor mij op deze manier niet hoeft. Je kijkt heel blij en vrolijk, maar het gaat over iets wat niet leuk is. Nee, wat niet leuk is, nee. Nee, maar nee, waar je heel verdrietig, intens verdrietig van wordt. Ja? Ja. En heeft dat met dat weekje weg te maken? Ja. Ja.
Maar mag ik het we even... zouden een week weggaan met drie zussen. Ja. En een moeder. Ja. En nog een paar ooms en tantes. Ja. En uiteindelijk bleek dat mijn kind, mijn zoon van 17, was die week ook vrij. Ja. En die ik heel graag koester en mee wilde nemen. En ja. Dat mocht niet van mijn zussen. Toen de afspraak werd gemaakt, was het, wij gaan voor het, tenminste wat hun met z'n twee zei, wij gaan er voor het eerst samen op vakantie en niet daarop. Zonder de kinderen. Jullie gaan maar eens een keer lekker niet mee. Omdat we ook buiten het schoolseizoen gingen natuurlijk. Dat wilde Anita zelf juist. Die heeft dat ook aangegeven van, wij gaan nou eens een keer samen. Dus het had allemaal goed kunnen gaan. Totdat Anita zei, ik wil toch mijn zoon meenemen. Ja, maar... Maar is dat het punt of is er totaal iets anders? Dat is niet 1, 2, 3 het punt. Het is ook de manier waarop het gegaan is. Het is niet in overleg gegaan. Het is een mededeling geweest. Ik zeg, ik wil dat inventariseren bij de rest, wat iedereen daarvan vindt. En dat heb ik gedaan. En daar waren de meningen verdeeld over. Maar luister nou, jullie hadden toch de afspraak dat de kinderen niet mee zouden gaan? Ja, maar ik denk dat we het dan wel over kinderen hadden van een leeftijdscategorie van basisscholen. En niet van kinderen van 17 plus. Waarom viel dit zo verkeerbaar? Het is een goede zaak om te staan voor je kinderen. Maar je, hoe ver ga je daarin? Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Mijn kinderen staan 300% vooraan. Ja, dat proef ik daar niet aan. Nee, ja. Dat proef ik uit alles. Ik heb me al heel veel in mijn leven voor mijn gevoel moeten missen. Ja. En wat niemand kan begrijpen als je dat niet overkomt, denk ik. Ja. Ja. Kijk, en daarom zeg ik ook van... Nee, ik ben al een keer het gesprek aangegaan. Ja. En ik heb mijn pogingen gewaagd. En als daar niet op gereageerd wordt en ik krijg daar geen respons op... Ja. Dan op een gegeven moment houdt het op. Zij heeft gezegd van ik doe de deur voor jou dicht. Dus waarom moet ik dan... Maar wie heeft dat gezegd? Harriet. En, maar met Wilma heb je ook niet zo'n best contact meer. Waarom dan met Wilma ook niet? Nee, Wilma die is mij zo lelijk gaan doen tegen mij, op een dusdanige manier. Na dat hele gedoe? Ja. Maar hoe doet ze dan lelijk tegen je? Nou, onder andere als je elkaar in het winkelcentrum met... Ik liep met mijn moeder en het is natuurlijk ook haar moeder. Ja. En ze zegt, hallo mama. Ik zeg, hoi. Tegen jou praat ik niet. En ik heb er heel goed over nagedacht, Bert. Ja. En ik dacht, jij moet zelf eens een keer komen om je problemen te bespreken. Ja. En... Dat doet ze niet. Ja. Zit jij ermee? Ik heb er heel erg mee gezeten. Maar ik heb het geaccepteerd zoals het is. En ik heb het afgesloten. Niet meer. Ik ben echt niet zo dat ik niet toegankelijk persoon ben. Totaal nee, niet. Nee, dat had ik ook begrepen. Ja. Dus ik had me eigenlijk al een beetje rijk gerekend dat de inschatting bij jou was... dat jij zou zeggen, nou, ik sta je wel voor open. Ja, maar dat niet. Nou, dan zei je dan met je plusje zeehond. Ja, toevallig is de Schelling weer geboekt. Voor aankomende mei. Oh. Nou, moet je luisteren. Al met al, ik leg gewoon een uitnodiging voor je neer. Ja. Het is voor vandaag. En als ik weg ben, ga je daar even heel rustig over nadenken. Ja, even laten verzinken, denk ik, ja. Ja? Maar ik vraag eigenlijk aan iedereen, joh, is het niet de mogelijkheid om erover na te denken... of dit misschien de dag is dat je hier wel het eerste stapje kunt zetten... om te laten zien dat je toch nog één kans... dat je het nog één kans wil geven om eruit te komen. Ja, maar ik heb die stap al gezet. Ik ga jullie vertellen dat de eerste limousine langs geweest is bij jouw tante Anita. Zij heeft me eigenlijk twee dingen aangegeven. Zij denkt dat Henriette eigenlijk de deur dichtgegooid heeft. En naar Wilma toe heeft ze gezegd, ja, ben ik zeer gekwetst. Op een gegeven moment kwam ik er tegen samen met moeder. En ze zegt tegen mij, jou zeg ik geen gedag meer. Dus zij heeft het idee dat haar zussen haar eigenlijk min of meer buiten gesloten hebben. Okay. Wat zeggen jullie gevoel nu? Blijf positief. Ja, we zullen het zien. Hij komt er als het goed is aan en dan... Dan weten we het. Oké. Hey, goeiedag. Hey. Hey, Anita. Super. Meisje. Hey. Zijn jullie ontdoken? Ja. Hallo. Hallo. Welkom. Hey. Bert. Goeiedag. Hey, Rob. Nou, hè. Hey, leuk, hey. Super. Hey. Goeiedag. 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 Mag ik jullie heel even naast elkaar hebben hier? Even tand in het midden maar. Ja. Blij dat je er bent. Je werd toch wel min of meer met gejuich ontvangen hier. Ja. Nou, helemaal goed toch, hè? Meisje. Anita, dat is gewoon heel simpel de reden. En vertel wat vooral van je nichtje en je neef. Waarom ben je hier? Ik wil net zo goed dat het goed komt als jij, meisje. Gelukkig. Echt waar. 100%. Daarom hebben we het georganiseerd. 100%. Dan nu de twee zussen,
Ik heb de limo in één keer langsgestuurd bij allebei, want zij hebben onderling natuurlijk helemaal niks. Dus nee. Dat kan ook gewoon. Ja. Zijn allebei wel een verhaal apart. Wilma. Ik ben bij Wilma niet eens binnen geweest. Oh? Nee, ik heb haar kunnen spreken aan de deur. Oh. Ja. Maar ze was niet bereid om haar binnen te laten. Henriette zegt, ja, weet je, het heeft mij zeer geraakt dat ik organiseerde een week en zij wil in één keer de regels veranderen. Ik geef door dat dat niet kan. Ja. Daar is ze boos op geworden. Weet je, ik heb het een plekje gegeven, dus ik ben er ook al een beetje klaar mee. Oké. Verliezen we de moed nu al? Een beetje wel. Ja. Ja. Niet wanhopen, we zien het pas als ze wel niet zijn ingestapt. Ja. Oké. Hey. Kijk. Oh, wat heb je ons laten schrikken? Hoi. Hey, goeiedag. Hoi. Ik ook. Hey. Super. Ja. Sorry. Hoi. Ja. Sorry. Ja. Oh. Hey. Ja. Hey, goeiedag. Dat was spannend. Hey. Ja. 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 Super. Nou, hè. Hey, lekker. Ja. Hey. Ja, toch? Ja, echt. Ja? Ja, ja, ik ben echt blij. Ja. Ik denk wel dat je... Wat, had je gedacht dat we niet zouden komen? Nee, ik wist het niet. Nee. Tuurlijk. Nee, ik wist het echt niet. Jij had ook niet gezegd, ik heb het afgesloten en ja, ik wist het niet. Ja. Nee. Ja. Ik heb jou horen zeggen, nou, ik heb het gewoon een plekje gegeven. Ja. Ja, je staat hier wel. Nou ja, ik heb zoiets van, we gaan kijken hoe het verder gaat nu. En jouw zus was nogal stellig in jouw mening van, ja, hey, ze kan naar mij toe komen. Ja, dat blijft er ook nog zeker staan. Ja, maar je staat hier toch ook? Ja, en, maar ik zeg ook dat we hulp nodig hebben daarin. Ja. En dat is niet voor niks. Nee. Ja. Ik ga jullie mee naar binnen nemen en dan gaan we zien wat jullie zus besloten heeft. Ik weet niet wat jullie gevoel zegt. Ik zou het niet weten. Ik heb geen idee. Nee, dat gaan we binnen zien. Dat kom. Ja. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Wat een verrassing. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hey. Mag ik de zus even zo naast elkaar hebben? Ja, dat is even wennen. Zijn jullie van een achtergrond dat je elkaar altijd alleen maar zo'n hand geeft? Of? Ja. Ja? Dat is niet vanwege de situatie? Nee. Jullie zijn niet van die knuffel? Nee, zo... oh nee. Oké. Is er een klein stapje, een klein beginnetje of zo te maken? Nou ja, dat we hier allemaal staan vind ik al heel positief. Moet ik eerlijk zeggen. En dat je open staat voor het gesprek. Dus dat, en ook met mij, met ons voornamelijk natuurlijk. Want, ik had je eigenlijk gewoon al eerder gehoopt dat je op mijn stoep stond, moet ik eerlijk zeggen. Dus ik vind het wel een goede stap. Daar hebben we een hele goede reden voor gehad om dat juist even niet te doen. Ja, en dat vertel je niet. Dus daarom is het goed dat we even het gesprek aangaan met elkaar. En ze weet ook dat ik uitleg wil. En ik denk dat dat zeker nog open blijft staan. Anita? Ja, prima. Er zijn genoeg antwoorden... die ze kunnen krijgen van mij. En ook duidelijk hoor. Ja hoor, is geen enkel probleem. Dus de wil is er? Ja, ik denk dat dat bij iedereen hier, die hier staat zo is. Ja. Tenminste, als ik spreek vanuit mijn eigen gevoel. Dan heb ik het gevoel dat we nu wel genoeg gepraat hebben. Helemaal goed. Ja, hè? Ja. Ga lekker aan tafel dan. Lekker.